Ja hoor, Thomas, Elite, elektrische scooter, levensgevaarlijk spul. Deze accu's die zijn niet veilig, maar ik wil ons laten zien. Dit is de originele stekker waar je de accu op aansluit. Ik heb de accu zelf, deze doos uit elkaar gehaald, de accu eraf gehaald. Volgens mij zat de accu op deze twee aangesloten met plus en min. En deze twee zijn de plus en min die gewoon naar deze stekker komen, naar deze aansluiting hier binnen. Wat ik vervolgens heb gedaan is gewoon twee extra kabels daar plus en min opgelegd. Die komen hier echt zo uit. En die heb ik hier naar deze stekker. En dat is gewoon een stekker van zo'n AliExpress accu. Deze. Ik heb nou even een oplader. Wat hierop staat klopt volgens mij voor geen kant. Want zoveel vermogen heeft het ding niet. Ik heb 10 kilometer met deze accu gereden en toen moest ik hem weer opladen. Of in ieder geval, denk ik. Ik kan in deze scooter niet zien. Met deze accu opstelling kan je niet meer zien wat daadwerkelijk de lading is. Hij geeft dan nog een storing aan van de accu, dat hij hem niet herkent. Omdat het niet de originele accu meer is. En hij geeft de lading niet goed meer weer. Ik zal het zo meteen even laten zien. Dus dit is gewoon de printplaat die op de accu zat. Ja, in die doos. De accu zat daarop aangesloten. Losgekoppeld. Deze stekkers zaten ook op de accu. Dit is volgens mij voor het balanceren van de individuele cellen die in die accu zitten. En dat is eigenlijk het, weet je. Gewoon hier is aansluiting opgemaakt. Hier twee gaatjes ingeboord, eruit gehaald. Naar een stekker van een andere accu. Dit is natuurlijk niet heel netjes weggewerkt zo, maar het gaat om de werking. En ik zie geen reden waarom we niet meerdere van die accu's aan kunnen. Want hier is nog ruimte zat, onderin kan het wel en het kan daar ook wel. Dus ja. Nadat ik 10 kilometer had gereden met die Thomas, toen was het 3,5 uur ongeveer toen ik moest opladen. Kijk, hij is nog... Toen werd hij groen, hij is nu nog rood, hij is nog aan het laden. En ik heb gisteravond heel kort even wat geprobeerd, maar ik weet niet hoe lang hij er nou over moet doen, maar hij zou eigenlijk zo vol moeten zijn. Opschiet. Hij zou moeten laden naar 54,6 volt. Ik heb geen zin om te wachten. Dus deze accu is nu 52 volt. Zo, dus accu erin, gewoon via de stekker aangesloten. En zoals ik eerst beschreef. En hier zit nog zo'n schakelaar. Ik heb hem op deze stand. Ik weet niet zeker of het uitmaakt trouwens. Maar naar de linkerstand. Heb je accessoire stand. Dan zegt hij nog geen storing of zo raars. Maar hij zegt ook niet hoeveel erin zit. Voltage. Dit is dan gewoon een normale stand. Van een contact. Dan zie je dat de acculampje blijft knipperen. Hij staat nu op de eco-stand, dat kan gewoon uit, maar dat is toch prima. En ja, hij ziet dus niet hoeveel erin zit. En dan moet ik hem even starten. Dus de hendel aanknijpen en dan op dat knopje drukken. Als hij dan gestart is, dan geeft hij dit aan. Zegt hij wel vol knipperend. Maar ja, goed, en deze blijft dus branden. Maar voor de rest... Gewoon hoor. Ja, ik bedoel, knipperlampen werken. Hij heeft een toetertje. Hij heeft een koplamp. En de remlicht en zo werken ook. En je hebt, ja, kan het moeilijk met één hand doen, maar je hebt hier ook een cruise control op zitten. Die werkt ook gewoon. Dus je kan zo gewoon rijden.
niks mis mee. Maar om even aan te geven wat voor gekke scooter dit is. Dit is de knop om een elektrische bok te bedienen. Dan moet je hem voor op de accessoire stand zetten. Dus hij staat nog niet op de start of de rijstand. Maar één tikje terug en even kijken hoor. Helemaal elektrisch. Dat is toch gek. Volgens mij kan je met deze setup zo'n 10 kilometer halen met deze accu, want die accu is helemaal niet zo groot. That's it.